Ja, we staan hier in Raalte aan de Tjalkstraat. En rond 10:10 hebben wij een melding gekregen van een brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Er was enorme rookontwikkeling. Was er toen de eerste brandweerauto te plaatsen kwam, is er gelijk opgeschaald naar grote brand. En vervolgens naar zeer grote brand. En later naar de gripsituatie. Gripsituatie houdt in dat er meer overleg nodig is tussen politie, brandweer en ambulancedienst. Er is helaas één slachtoffer is er gevallen. Tenminste, die is voor observatie naar het ziekenhuis gegaan met rookinhalatie. We hopen dat dat allemaal meevalt. Dus, en verder zijn er nog twee mensen die zijn ook even behandeld in de ambulance, ook met rookinhalatie. Maar die hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis te gaan. Ja, we zitten op zeer grote brand, dus dat wil zeggen dat we dus 4 tankauto's spuiten hebben. Dus 4 brandweerauto's die je normaal altijd ziet. Dan hebben we 2 hoogwerkers hebben we erbij. Watertransportsysteem vanaf het kanaal, WTS 500 zoals we dat noemen. Dat is het watertransportsysteem met 500 meter slangen. Dus die voert water aan vanuit het kanaal. En er zijn nog 2 tankwagens zijn erbij. Inmiddels is Brutus, de blusserrobot, die is ook gearriveerd en die is nu naar binnen toe en daar zit apparatuur, warmtebeeldcamera's om te kijken hoe de brand zich ontwikkelt en waar die precies zit, dus waar de hittebronnen zitten, waar de vuurhaarden, eventuele vuurhaarden zitten en daar kunnen we ook gerichter kunnen we dan de brand bestrijden.